Hooggebied gesproken. Meneer Van Loon, goedemorgen. Goedemorgen. Waar maakt u zich eigenlijk de meeste zorgen over? Nou, ik maak me de meeste zorgen over dat je steeds meer van dit soort barbaarse oorlogen gaat zien. We hebben 2021 Afghanistan, waar de Taliban een keer weer de macht overnam. 22 de inval in de Oekraïne. 23 hebben we nu Hamas, die weer meedogenloos burgers afmaakt in Israël. Het begint een beetje een trend te worden. Wat voor een trend is dat dan? Dat is een trend die ik zie, dat er steeds meer machthebbers bezig zijn volkomen zonder enige vorm van scrupel mensen op te offeren. Hè. Dus we gaan weer bijna terug naar barbaarse tijden van de middeleeuwen. Wij gaan terug naar barbaarse tijden van de middeleeuwen? Ja, we hebben natuurlijk sinds de val van de muur, het beroemde verhaal van Fukuyama, het einde van de geschiedenis, met z'n allen gedacht dat als we nou maar normaal met elkaar omgaan, dan komt het allemaal vanzelf goed. Ja. En het blijkt dus gewoon dat er een aantal mensen en groeperingen in de wereld bestaan die daar helemaal geen boodschap aan hebben. En die roepen, nou, ik doe gewoon wat ik zelf wil. En ik heb er ook geen enkele moeite mee om niet alleen de burgers van de tegenstander op te offeren, maar ook hun eigen burgers. En Hamas heeft onmiddellijk nadat ze deze actie heeft uitgevoerd zich teruggetrokken in Gaza. En verschuilt zich nu in principe weer achter 2 miljoen burgers. Met andere woorden, u zegt eigenlijk, als ik u goed beluister, er is een trend van steeds gewetenlozer leiders. Ja, dat klopt. Er zijn inderdaad vrij veel van dit soort leiders die je nu ziet opkomen. En die gewoon helemaal geen boodschap meer hebben aan het internationale recht. En misschien is dat wel de grootste zorg die we met z'n allen hebben. In München dit jaar zei de Britse premier... Bij de grote veiligheidsconferentie daar? Ja, precies, in München. Die hadden het over een global war. En het gaat niet zozeer over het slagveld Oekraïne. Het gaat veel meer over wat het voor de hele wereld betekent. Als het internationale recht niet meer geldt. Als er mensen zijn die kunnen roepen, nou, maar daar heb ik gewoon helemaal niks mee te maken. Die doe gewoon wat ik wil. Als impunity de regel wordt. Ja. Ja, dan gaan we dit soort conflicten veel vaker zien. Dus de op regels gebaseerde wereldorde wankelt? Ja, precies, die wankelt. En dat betekent dus ook dat wij zelf er echt rekening mee moeten houden. Dat we met macht en met... kracht optreden tegen dit soort wannabe-dictators. Meneer Van